Volk van de ploeg, officier van dienst. En ik heb vanmorgen om 8 uur het incident van mijn collega overgenomen, die ook vannacht weer is afgelost. Dus we zijn hier al met verschillende personen aan het werk. Ron Kits, eigenaar van Kringloop Almelo XL. Wat voor impact heeft de brand van vrijdag 20 januari op jou en alle andere betrokkenen gehad? Heel intensief. Ook vooral voor mijn collega's en de medewerkers, of voor mezelf natuurlijk. Je bent in één klap alles kwijt waar je 10 jaar lang voor gewerkt hebt. Niet alleen ik, maar ook vooral de medewerkers die daar ook al die tijd en energie erin hebben gestoken. Dus dat hebben we allemaal wel als een flinke klap ervaren. Hoe waren de reacties van de inwoners van Almelo? Heel meelevend. We hebben echt heel veel enorme ondersteunende reacties gekregen. En dat merken we ook nu nog heel erg. Dat iedereen echt met ons mee heeft geleefd. Ook de kringloopwaardige spullen allemaal apart heeft gehouden voor ons. Zodat wij, zodra wij weer open kunnen, dat ze direct bij ons terecht kunnen. Allemaal weer in de opbouwende gedachtegang. Ja. De gebeurtenis verwerken en de draad weer oppakken. Hoe doe je dat? De gebeurtenis verwerken, dat komt nog. We zijn gelijk bezig gegaan met de draad weer oppakken. Op zoek naar een nieuwe locatie. Kijken dat we zo snel mogelijk alle collega's weer aan het werk kunnen krijgen. En vooral kijken dat we zo snel mogelijk onze klant weer kunnen bedienen. Hoe is een en ander verzekeringstechnisch afgehandeld? Gelukkig heel eenvoudig, heel makkelijk. De verzekering die dacht heel goed mee. Die zijn vrijwel snel, vrijwel gelijk overgegaan tot het uitbetalen van de inventaris en de nog overgebleven goederen, zodat we nu weer opnieuw kunnen opbouwen. Ja. Jullie hebben tijdelijk onderdak gevonden bij Dolle Pret. Hoe nu verder? Nou, we zijn, zoals je ook wel ziet bij mij op de achtergrond, druk aan het bouwen. We hopen de winkel binnen nu een aantal weken echt af te hebben. In de tussentijd verwachten wij ook de definitieve toestemming vanuit de gemeente. Waar wij ook goed contact mee hebben, dus dat komt wel in orde. En dan kunnen we weer open en hopelijk nog in april. En een grote parkeerruimte bij het kringloopbedrijf. Ja, net zoals onze vorige locatie hebben we hier ook heel veel ruimte om het pand heen. Dus je kan hier goed parkeren, je kan hier goed komen. Zeker voor een tijdelijke locatie is dit helemaal goed. Ja. Wanneer kunnen mensen spullen brengen? Nu al, vanaf vandaag of eigenlijk vanaf vorige week. Ja. Dankjewel en heel veel succes. Ja, top, dankjewel.